De kijkers, luisteraars van onze programma's, die weten, er staat altijd kunst bij ons in de studio. Sinds dit jaar hebben wij elke maand een kunstenaar gevraagd om een van de stukken aan te leveren. Amateurkunstenaars weliswaar spreken we over, want dat vinden we leuk natuurlijk. Kunstenaars gewoon uit Flevoland. En het is vandaag weer zo'n dag dat de kunst gewisseld gaat worden. En toch wel een beetje emotioneel, want we gaan afscheid nemen van Sammy. Van Ramses eigenlijk. Ja, van Ramses. Ja. Mooi. Een kunstwerk van Peter de Klein. Welkom. Dank je. Voor de tweede keer. Ja. Ja. Hij heeft een maand hier gestaan. Het schilderij achter mij. Heb je veel reacties gehad? Ik heb heel veel reacties gehad. Echt waar? Ik stond ervan te kijken. En wat heel grappig is dat je... Omhoog dan waarschijnlijk, hè? Ja. Natuurlijk. Dat George van der Pannen, die is hier geweest. Ja, ja. En die heeft gelijk een foto gemaakt. Dus natuurlijk ook een liefhebber van Ramses. Ja. En we hebben een gemeenschappelijke kennis. En hij had die foto naar hem gestuurd. Ja. En toen zei die, Daan heet hij, die zei van, hey, maar die ken ik ook. Afijn, om een lang verhaal kort te maken. De wereld is kleiner dan dat je denkt. En momenteel doe ik ook mee met dit schilderij onder andere. Met drie, met de Beatles. Ja. Eentje van Willeke Alberti en eentje van Ramses. Met schilderij van het jaar. Oh. En ik denk, daar doe ik aan mee. Ik zie wel hoe het loopt. Nou, dat loopt als een speer. Dus ik denk dat er nog hele mooie dingen uit voort gaan komen. Maar hoe ziet die wedstrijd in elkaar dan? Zijn dat mensen van over de hele wereld of vanuit heel Nederland? Nou, ik denk dat het iets vanuit Nederland is. Ja. En daar kan iedereen zijn kunstwerk als het ware insturen. Dat heb ik ook gedaan. Ik denk, laat ik eens proberen hoe dat... En vooral Ramses is echt heel populair. Mm-hmm. En ik sta er een beetje... Nou, ik sta er niet van te kijken, want ik ben er ook heel trots op nu. Maar je verkoopt het nog steeds niet, hè? Nee, echt niet. Hij blijft gewoon boven de schouder, op de schouder. Nou, nu zeer zeker. Ja, maar het is wel leuk hoe dingen een eigen leven leiden. En ja. hoe dit had ik een jaar geleden niet kunnen bedenken. Ja, nou, ook reacties op Facebook en zo? Want daar stond je juist op met al die foto's van die andere kunstwerken natuurlijk. Ja, heel veel reacties. En ook heel veel... echt, het gaat heel voorspoedig. Bijna eng. Soms denk ik wel eens, het gaat te snel. Maar... Het is wel geweldig dat mensen zo je werk waarderen. Ja. En dat je van het een in het ander valt. En je bent bijna een jaar kunstenaar. Ik ben maart, april ben ik een jaar kunstenaar. Ja, maar ja. Dus zo kort. En het is leuk dat het bij mij ook echt uit een soort therapie is ontstaan. Ja. Grijp je? Had ik iets niet gehad. Ja, kan je dat verhaal nog eens vertellen waarom je dat precies gedaan had? Nou, ik ben op een gegeven moment ziek geworden. En daar wil ik ook niet te dramatisch over doen, want het gaat nu echt weer een stuk beter. En als om door mijn tijd te komen en door als een soort therapie, ben ik met Susa iemand tegen mij van, Peter, ga schilderen. Ga je gevoel leggen op het doek. En ik wist niet zo goed wat ik moest gaan doen. Maar goed, ik denk, laat ik dan mensen die mij inspireren, mensen die positief vooruitdenken, mensen die ondanks tegenslag toch doorgaan. Die heb ik dus stuk voor stuk, ben ik die nu aan het behandelen. En hoe leuk is dat? Ja. Ben je al met een nieuw stuk bezig? Ja, ik ben met Toon Hermans bezig. Alleen ik word zo afgeleid door leuke dingen eromheen, waardoor ik bijna aan het schilderen geen tijd hebt. Eigenlijk niet. Maar wordt dat weer zoiets als wat je nu hebt gemaakt met Ramses dan? Dus Toon zie je. Toon zie je en Toon kijkt omhoog. Ja. En Toon kijkt naar een soort bloem. En daarboven komt, weet ik ook al, dit is een plek om lief te hebben. Ach, prachtig. En volgens mij ga ik die volgend jaar weer insturen voor schilderij van het jaar 2020. Ja, precies. Heel veel mensen komen hier in de studio. We hebben natuurlijk heel veel gasten. Mensen die rennen meteen naar dat schilderij toe. Okay. Zonder eerst een handje te geven. En iedereen zegt, dat is gedrukt. Ja. En dat is helemaal hoort, niet zo. Het is allemaal met de hand geschilderd. Ook alle letters, alles is super strak. Maar dat is in eerste instantie de opmerking die we horen van, het is gedrukt. Ja. Het is wel met verschillende lagen. Dus ik schilder vooral eerst de persoon die ik wil. Dan doe ik de achtergrond. Dan zet ik het weer terug in de computer. Dus het zijn wel echt verschillende technieken die ik doe. Dan ga ik in de computer met die teksten spelen. En vervolgens print ik dat weer uit als het ware. En dat ga ik als het ware tamponeren. En zo creëer je een heel eindresultaat. En maar dat is waarschijnlijk het geheim waarom mensen zeggen, dit lijkt wel gedrukt. Het lijkt wel gedrukt. Ja, ja. Oké, daar komt het vandaan. Maar, nou, dacht je vandaag, we gaan wisselen. Er komt een nieuw kunstwerk, maar jouw kunstwerk, die houden we gewoon, hoor. Ja, ja. Nee. Het is een replica, hè, trouwens. Het is een replica, ja, precies. Die hebben we een kopietje van gemaakt. Sabrina, je hoort het. Zo kan het lopen.
Spannend. Leuk, hè? Ja, ik ben echt heel benieuwd. Ja, en wij zijn ook benieuwd naar wat jij maakt. Het is in ieder geval geen schilderij. Nee, op speciaal verzoek heb ik die niet meegenomen. Want ik je schildert wel? Ja, ik schilder, ik teken, ik doe keramiek. Dus ik ben van alle markten thuis. Waar kom je vandaan? Almere. Almere. Pittoreske Almere. Ja, het pittoreske Almere. Kunstenaarsdorp is dat. Ja, het kunstenaarsdorp. Maar Sabrina, als je dan kijkt naar dit schilderij, hoe kijk jij daar tegenaan als schilder? Geweldig. En ook, ik ben best wel een fan, wil ik niet zeggen, maar pop art, dat vind ik sowieso wel, dat spreekt me enorm aan. Het zit een beetje in de lijn van Andy Warhol, hè? Absoluut, ja. Dus is dat ook iemand die jou geïnspireerd heeft daarop, Peter? Eigenlijk niet. Oh. Dus ik voel me heel vereerd nu. Het zit een beetje in die lijn wel. Dat het ermee vergeleken wordt. Ja. Ja, ik vind dat, want ik ben niet van het moderne, het hele cubistische Picasso, om nou even te noemen. Nee, dat hoeft voor mij niet. Ik ben dan toch wel meer van bijvoorbeeld de romantische school, vind ik ook geweldig. Maar pop art, dat vind ik dan net even een stroming die dan mij wel meer aanspreekt dan de hele moderne stromingen. Ja, jij zou dit rust in je huis willen hebben hangen. Nee, omdat een vrouw... Ja, dat klinkt heel vervelend, maar ik heb een hele andere inrichting. Maar als ik een andere inrichting zou hebben, absoluut. Ja, nou, voor deze moet je binnenkort heel veel geld betalen, hoor. Dat, net dat denk ik wel. Als ik het zo hoor, gaat het helemaal goed komen. Goed, maar we gaan zo meteen wisselen en dan horen we ook wat jij voor een kunst maakt. Ja, keramiek, dat hebben we al gehoord. Maar wat het dan voorstelt en hoe het in elkaar is gezegd, dat horen we zo meteen. We hebben het over het programmaonderdeel Mijn Kunst. Elke maand komt een kunstenaar uit Flevoland zijn of haar kunst hier bij ons exposeren. De expositie die elke dag op televisie te zien is. Ja. Dat moet goed zijn. We hebben net al van Peter de Kleine gehoord wat het voor impact kan hebben wanneer mensen met ons kunstwerk, we noemen het een klein beetje ons kunstwerk, op de foto gaan. Sabrina Volkertsma uit Almere. Jij bent de kunstenaar van de aankomende maand. Yep. Trek de microfoon ietsjes naar je toe, dan horen we jou goed. Want wil je ons uitleggen wat jij gemaakt hebt? Een paar hele gelukkige katten. En dat klinkt heel erg simpel eigenlijk. Hmm. Maar ik ben er 10 jaar terug mee begonnen. Gewoon omdat ik niet wist wat ik met het blok klei zou moeten doen wat ik gekregen had. 4 katten rondlopen, dan is het heel simpel. Maar het gaat mij erom dat ze een emotie oproepen bij mensen die ze zien. Want ze zijn anatomisch niet correct. Ze hebben grote oren, lange staarden. Maar iedereen die beelden ziet, die komt hen aanlopen en die begint te lachen. Die gaat ook die beelden aaien. Wat is het voor materiaal? Het is keramiek, dus het is echt met het de hand. Het is zwaar. Het is loeizwaar. Ja, het is met de hand echt geboetseerd. Kijk dan wat een schat is. Leuk. Ja, toch? Dat is toch leuk? Ik ben toch helemaal happy? En waar kwam die inspiratie vandaan dan? Want je had dat stuk klei en in één keer kwam het op? Of? Ik wist echt niet. Wat moet ik met 10 kilo klei gaan doen? Ik wist het niet. Hoe kwam je aan die klei dan? Had je dat gekregen van iemand? Van mijn toenmalige partner. Die had het echt ook ingepakt. Dus had je ook een ring kunnen geven, maar hij geeft jou een stuk klei. Ja, flauw, hè? Vandaar dat ook je toenmalige partner exact. Is. Exact. Dat is zelf gekocht naar de hand. Ja, maar waar kwam die inspiratie van die katten dan vandaan eigenlijk? Ik ben echt een enorme dierenliefhebber. En ik heb er 4 rondlopen en ik zat echt met die 10 kilo klei voor mijn neus te kijken. Wat ga ik er in hemelsnaam mee doen? En toen zag ik die kat. Ik denk van, dan dat maar. Mm. Pure... Peter, zou je dat thuis neerzetten? Op een sokkel? Of is jouw interieur toch anders? Mijn interieur is anders. Nou, ik hou ook niet... Ik vind het prachtig wat je maakt. Maar ik hou absoluut niet van katten. En ik zeg nu hele impopulaire woorden. Eerlijk geweest. Maar ik ben echt niet een hondenliefhebber. Katten hou ik ook niet van. Ook niet. Nee, ik heb niks met katten. Nee. En als er eentje in mijn tuin zit van de buren, dan jaag ik hem weg. Ik heb echt. Maar ik vind het prachtig wat je maakt. Ik vind kunst überhaupt. Het is mooi. Echt. Dus... Het is heel mooi. Het mooie van kunst. Mag ik hem weer even neerzetten? Nee, het is goed voor je. Even de andere arm nu. Het mooie van kunst vind ik dat je kan er op je eigen manier naar kijken. Ja. Er wordt je niets opgelegd. Klopt. En dat zie je eigenlijk met het beeld van jou, Peter. Weet je, je kan naar Ramses kijken wat je wil. Je kan Ramses leuk vinden qua muziek of niet. Ja. Maar wat jij ervan gemaakt hebt... Het gaat met je fantasie een beetje op te lopen. En dat is met jouw beeld eigenlijk ook, hè? Ja, maar dat is ook precies wat ik eigenlijk wil. Net wat ik net eigenlijk al aangaf. Het gaat juist om de emotie die het bij mensen oproept. Want die beelden worden echt ook gekocht door mensen die niet van katten houden. Maar het is gewoon omdat ze het aandoenlijk vinden. Op de een of andere manier roept het toch wat op. En maak dat vind ik heel erg leuk. Ja, zeker. Okay, dan. Ik maak alles als het maar een dier is. Ze heeft van haar huidige ex-partner 30 kilo gekregen. En er is een labrador van het maken. Maar Sabrina, is het alleen maar keramiek wat je maakt? Want je zei het straks, je schildert ook. Wat doe je nog meer? Ik maak ook pentekeningen. Ja. Oké. Okay. Dus ik ben van alle markten thuis. Van wat maak je dan pentekeningen? Wat zien we dan? Dieren? Of dieren, ja. Katten? Katten, alles is toch wel beïnvloed door de dieren? Enorm. Ja, ik ben een hele grote dierenliefhebber. Ja. Dat zit gewoon heel erg in mijn hart. Oké, maar je zei, ik heb 4 katten thuis.
3 inmiddels nog. 3? Helaas. Honden? Was het maar waar. Was het maar waar. Ja. Maar andere schapen, kippen? Zouden mijn buren niet fijn vinden, maar anders... Ach, was het zeker gekomen. Was het zeker gekomen, ja. Wat is het volgende project waar je aan zit te denken? Ik ben op dit moment nog met een beeld bezig. Gewoon 2 katten natuurlijk. En ik heb nog ongeveer 10 doeken op voorraad. En ik ben vorig jaar naar Avifauna geweest. Dus het wordt een vogelserie. Oh. En dan wordt het 50 Shades of Birds. Nou, wat leuk ook. Ik zeg, we kunnen hiermee door blijven gaan. Want er komen steeds nieuwe aanmeldingen bij. 50 Shades of Birds. Echt 50 doeken. Is dat dan ook een uitdaging voor je? Zeg je van, nou, 50 doeken, dat is wel een uitdaging, hoor. Ja. Maar is dat ook de moeilijkheidsgraad? Of zeg je van, nou nee, dat kan ik wel, maar het is meer de uitdaging van het te maken. Of is er nog een soort techniek waar ze zegt, die wil ik me nog eigen maken? Het is de uitdaging om 50 doeken verschillend te houden. Want het wordt per doek 1 tint. Ja. En dan moet je daar 50 doeken mee zien te vullen. En zonder dat je dus in herhaling valt. Ja. Dus dat wordt voor mij de uitdaging. Dus jij gaat de komende tijd even flink uitproberen hoeveel tinten, alle kleuren er zijn. Echt wel. Okay. Kunnen we jouw werk ook al ergens zien? Ja. De website, hè, maar ook in expositieruimte of zo? Ik heb 2 exposities lopen op dit moment. Dat is in de Toonladder. Dat is een zorgcentrum in Almere Muziekwijk. Ja. En in Café op 2. Dat is het café tegenover het stadhuis op het Stadhuisplein in Almere Stad. Een soort kunstenaarscafé. En vanaf januari, het eerste kwartaal, hang ik in het ziekenhuis in de vleugel van het fysiotherapiegedeelte. Nou, ik denk dat het nieuwe project daar ook wel heel erg mooi zou uitkomen. Daar heb je natuurlijk een grote ruimte voor nodig, denk ik. Echt wel, maar dan heb ik nog geen 50 doeken klaar. Nee, oké. Okay. Een beetje doorwerken. Okay. Goed. Aan de donkere dagen, het is vroeg donker, dus kun je s'avonds lekker... Toch? Even doorgaan. Ja, goed. Sabrina Volkensma, dankjewel. We zien jou over een maand weer terug. Peter, van jou nemen we enigszins met een klein beetje voorbehoud afscheid. Want als jij schilderij van het jaar wordt, dan zien we jou natuurlijk graag hier weer terug. Ja, absoluut. Ik weet niet hoe het loopt natuurlijk, maar ik vind het nu al leuk. En ik heb nu al gewonnen. Ja. Alle aandacht. Nou, we willen wel een handje gaan helpen buiten dat wij tweeën gaan stemmen op het doek. Hoe kunnen andere mensen daarop stemmen? Mensen kunnen stemmen door naar de website te gaan van schilderij van het jaar 2019. .nl is dat? .nl. Ja? Of, nee, ik denk .nl, ja. Ja. En daar staan alle inzendingen van dit jaar. En daar staat ook Ramses tussen, daar staat Willeke tussen en daar staan de Beatles tussen. Ja. Maar Ramses die scoort zo goed dat ik nu zeg van stem dan maar op Ramses. Dan, ja. Dan, Willeke leeft ook nog, hè? Dat heeft misschien ook een beetje... Ja, maar die is ook heel mooi geworden. Ja. Dus dat, en Willeke heeft hem zelf ook al gezien. En, je had een afgelopen weekend aan moeten bieden aan haar tijdens haar jubileum. Ik ben ook geweest. Ah. Maar ik heb met Willeke ook een lijntje. Maar goed, dat is te lang om nu over te praten. Maar ja, het komt goed allemaal. Oké, nou, succes daarmee in ieder geval. Schilderijvanhetjaar.com. 2019.com. Of schilderijvanhetjaar.com. Schilderijvanhetjaar.com. Daar moeten we gaan stemmen. Goed, gaan we doen.